Focus hier en leuk dat je kijkt naar de nieuwe aflevering van Crypto deze week in samenwerking met Coinmerse. Vandaag wil ik Cardano bespreken, want we zitten namelijk op een heel belangrijk punt. Komt er een bounce omhoog of zakken we door de 20-day simple moving average? Of komt er een periode van consolidatie waardoor accumulatie een mogelijkheid is? Daarnaast bespreek ik ook het Bitcoin en Ethereum nieuws, dus laten we maar gewoon snel beginnen. En laat ik de aflevering beginnen met Cardano, een favorietje onder heel veel crypto-investeerders. De term Ethereum-killer hoor je ook vaak voorbij komen, alleen is er op dit moment natuurlijk geen sprake van. Maar het rendement in 2021 is natuurlijk wel fantastisch. Alleen dat is dan wel in de eerste paar weken van 2021 behaald. Want je hebt het namelijk over 800% rendement in 6 weken tijd. En dat gebeurde van 1 januari tot halverwege februari. Heel veel investeerders hebben dus heel veel winst gepakt, maar vandaag de dag staan we dus weer op hetzelfde punt als midden februari na die enorme stijging. En als we even kijken naar deze chart, dan zie je natuurlijk dat we vaker op dit level hebben gezeten. Midden februari, in maart, midden maart dus, was dat ook weer het geval. Halverwege april en nu zitten we ook weer op datzelfde level. Er is dus sprake van prijsconsolidatie, want de prijs stagneert dus nu al maanden. Maar sinds de top van midden mei, toen ging Bitcoin natuurlijk heel hard onderuit en heel veel altcoins reageerden daarop, staat Cardano tegenover de dollar toch alweer 43% lager. Dus heel veel investeerders staan op dit moment ook in het rood. Want we weten allemaal hoe het werkt, gaat een altcoin heel hard omhoog, dan komt er heel veel hype bij kijken en stappen heel veel onervaren investeerders gewoon blind in. Maar wat nu? De prijs van Cardano is 4 maanden terug in de tijd gegaan, maar zal dan dit het dieptepunt zijn van Cardano of volgt er een hele sterke stijging? En je kan er natuurlijk eigenlijk niet omheen dat Bitcoin een hele grote rol speelt. Bitcoin stond een tijdje op $40.000 en toen gaf ik ook aan in de video dat een daling naar 35.000 een realistisch scenario is en dat was dus ook mijn verwachting. Dat kwam dus uit en nu is het dus weer eventjes wachten dat Bitcoin weer wat kracht laat zien. Maar zoals jullie weten kan dat natuurlijk wel weken duren. We kunnen zo nog maar de rest van juni tussen de $34.000 en $40.000 blijven dansen. En zelfs nog langer, de cycle, zoals ik meerdere keren heb aangegeven, gaat naar mijn verwachting langer duren. Dus een consolidatie voor Bitcoin zal Cardano natuurlijk ook een beetje tegenhouden. Ik denk ook dat Bitcoin echt flink moet stijgen, dus bijvoorbeeld richting resistance op zo'n $49.000, voordat altcoins echt weer meegaan. Trouwens eventjes tussendoor, zoek je een platform om je crypto te kopen? Ik gebruik Coinmerse voor Bitcoin en altcoins. Ik zal voor de geïnteresseerden een linkje achterlaten in de beschrijving. En als je besluit te registreren via de link, help je ook nog eens het kanaal en dat zal ik altijd waarderen. Maar als we weer eventjes verder kijken bij Cardano, tegenover de dollar, dan is de 20-day SMA een heel belangrijk level. En dat is dus een heel belangrijk punt. De prijs van Cardano staat op dit moment nog 9% boven de 20-day SMA, maar het is cruciaal om te zien wat er gaat gebeuren. Want als Cardano bezitter wil je natuurlijk een bounce zien. Maar stel Bitcoin gaat in die periode weer flink omlaag en Cardano zakt door de support van de 20-day SMA heen, dan zal natuurlijk Cardano een moeilijke tijd tegemoet gaan. We kunnen op de weekly chart eventjes een voorbeeld erbij pakken. 8 juli 2019 zakte Cardano door de 20-day SMA heen en verloor 60% in 161 dagen, dus een langere periode. En pas in juni 2020, dat is bijna een jaar nadat Cardano door de 20-day SMA zakte, stond Cardano weer op hetzelfde punt qua prijs tegenover de dollar. En de crash in maart 2020, ja, dat vind ik toch wel eventjes een ander verhaal. Dat was puur fundamenteel. Heel de wereld stond in paniek door het virus, dus dat zag je ook terug op de cryptomarkt. Dus ja, dat vind ik wel eventjes een ander verhaal. September 2020 tot november 2020 had Cardano het ook lastig met de 20-day SMA, maar het zakte er niet heel hard doorheen en wist uiteindelijk dus te herstellen in een paar weken tijd om vervolgens gigantisch te stijgen. Het is dus ook heel erg belangrijk dat Cardano niet heel hard door de 20-day SMA zakt, want dan is een lange periode van dalingen een realistisch scenario. En Bitcoin, ja, die moet daar natuurlijk een beetje een handje in helpen. Als Bitcoin weer naar $30.000 of $31.000 zakt, zal Cardano het heel erg lastig hebben om van de 20-day SMA support te bouncen. Het beste scenario is dat Cardano wekenlang boven de 20-day SMA blijft. Dat betekent natuurlijk prijsstagnatie. De cycle zal in mijn optiek dus langer duren, dus ik zou er ook weer niet van opkijken. Het is dus nu vooral aankijken hoe Cardano reageert op de 20-day SMA.
En daarna heb je natuurlijk meer informatie. Maar de scenario's, ja, die zijn natuurlijk wel duidelijk. Zelf denk ik dat Bitcoin hier een hele grote rol in speelt, hartstikke cruciaal. Of Cardano moet met fantastisch fundamenteel nieuws naar buiten komen, waardoor Cardano afstand kan nemen van Bitcoin, waardoor er wat ademruimte ontstaat richting de 20-day SMA. Als Bitcoin dus in deze fase blijft, dus $34,000 tot $40,000, is het dan wel heel belangrijk dat Cardano daarin meegaat en dus boven de 20-day SMA blijft. Maar het gaat dus sowieso spannend worden voor Cardano, laat dat wel duidelijk zijn. En ik denk zelf aan de kleine swing trade positie als Cardano wat kracht laat zien als het eenmaal de 20-day SMA heeft aangetikt. Maar dat zal wel een kleine positie zijn, want we zitten allesbehalve in rustig vaarwater. Ik ga dus pas besluiten als ik meer informatie heb. Want ik wil namelijk echt zien wat er gebeurt met de prijs van Cardano als de 20-day SMA is aangetikt voordat ik definitieve beslissingen maak. Voordat we trouwens doorgaan met de video, vergeet zeker niet te abonneren. Als je meer van dit soort video's wilt zien, ik zal dat altijd op prijs stellen. En er is deze week best wel veel nieuws te melden over Bitcoin. En laten we beginnen met een ETF-aanvraag. Namelijk van Eck heeft te horen gekregen dat de aanvraag door de SEC met minimaal 45 dagen is vertraagd. En zoals van vaker kwam de SEC met het volgende. Nog steeds bezorgdheid over fraude en de manipulatie die plaatsvindt op de Bitcoinmarkt. Nou, dat zal natuurlijk ook het geval zijn met andere aanvragen die de komende weken ook aflopen. Het zal me echt verbazen als die dan wel goed worden gekeurd. Ik verwacht dus dat de SEC heel veel aanvragen blijft uitstellen. En Van Eck heeft de aanvraag ingediend rond de jaarwisseling. Ik heb echt heel veel lopen zoeken op het internet, maar de exacte aanvraagdatum van de ETF, ja, dat kon ik gewoon echt niet terugvinden. Maar we weten wel dat een aanvraag bij de SEC maximaal 240 dagen kan duren. 2021 is vandaag 169 dagen oud, dus het kan nog steeds wel een poosje duren voor een definitieve beslissing van de SEC over een Bitcoin ETF. En de Wereldbank heeft naar buiten gebracht dat ze El Salvador niet gaan helpen met het invoeren van Bitcoin als wettig betaalmiddel. En dat komt ook weer niet als een verrassing. De Wereldbank is de grootste instituut in de wereld voor ontwikkelingssamenwerkingen, maar je moet wel weten dat de Wereldbank eigendom is van meerdere landen. Je kan het zien als een soort van aandeelhouders. En de grootste aandeelhouder is de Verenigde Staten. Dus 1 plus 1 is 2. Want in El Salvador willen ze dus een alternatief voor de Amerikaanse dollar en daar is de grootste aandeelhouder van de Wereldbank niet blij mee. En ik gaf het dus ook al aan in een vorige aflevering van Crypto deze week. Er zal heel veel ingezet worden om El Salvador tegen te gaan. Ze winnen het namelijk niet makkelijk, zodat andere landen denken, nou zie je wel hoe makkelijk het allemaal gaat. Er zijn heel veel mogelijkheden om het land economisch vooruit te krijgen. Laten we van Bitcoin ook een wettig betaalmiddel maken. Dit is dus echt een goed voorbeeld van een smeercampagne tegen El Salvador en ik verwacht ook wel de komende weken en misschien zelfs de komende maanden dat het gewoon zal door blijven gaan. En vorige week gaf ik ook aan dat er wat aan zat te komen in Paraguay met Bitcoin en met PayPal en is nu bekend geworden dat er een plan is om in juli iets te gaan doen met Bitcoin wetgeving. Maar dat is dus nu nog wel even afwachten wat het precies gaat inhouden. En het is nu vooral speculeren en er heeft niemand wat aan. Want ik kan nu wel zeggen, volgende maand gaat Paraguay van Bitcoin een wettig betaalmiddel maken. Ik heb geen idee. Maar wat ik wel weet is dat het heel belangrijk kan zijn voor El Salvador. Want El Salvador is natuurlijk nu het enige land wat van Bitcoin een wettig betaalmiddel heeft gemaakt. En dat zorgt ervoor dat ze heel veel tegengas krijgen van partijen die baat hebben bij een sterke Amerikaanse dollar die de macht gewoon behoudt. Dus als al langzaam maar zeker andere landen van Bitcoin ook een wettig betaalmiddel maken, kan het ervoor zorgen dat de druk wat afneemt. Dus het is heel erg interessant om dit te blijven volgen. En dan wil ik crypto deze week afsluiten met Ethereum en EAP 1559, wat in juli eraan zit te komen. Ik heb er al veel vaker aandacht aan gegeven in verschillende video's, want dit is een gigantische stap voor Ethereum. En het is ook een nodige stap, want de transactiekosten liggen echt absurd hoog op dit moment en het netwerk loopt vast. Maar het is natuurlijk wel weer een sterk signaal, ondanks de hoge transactiekosten, dat het Ethereum-netwerk nog steeds veel wordt gebruikt. En ik hoop dus ook echt dat als EAP 1559 doorheen komt, dat er steeds meer mensen gebruik kunnen maken van het netwerk. En je weet natuurlijk ook dat bij transacties Ether wordt verbrand, waardoor de supply afneemt. Ja, dat is natuurlijk iets wat investeerders erg aanspreekt. Ik ben dus ook heel erg benieuwd wat de prijs gaat doen. Is het een geval van buy the rumor, sell the news? Of zal het netwerk zoveel verbeterd worden dat de prijs daadwerkelijk flink omhoog gaat? Miners zijn natuurlijk niet blij met deze update, want de vergoeding is minder, maar ze weten denk ik wel dat deze stap noodzakelijk is voor de toekomst van Ethereum.
Ik bezit Ethereum al lange tijd en dat zal ook wel zo blijven, maar ik kijk dus wel erg uit naar de ontwikkelingen van ERP 1559. En om eerlijk te zijn kijk ik ook al stiekem wat verder, namelijk naar Ethereum 2.0. Maar dat is pas in 2022 of misschien zelfs pas in 2023. Maar wat ik wel weet is dat ik heel veel vertrouwen heb in de toekomst van Ethereum en dus ook graag zie dat het Ethereum-netwerk steeds verbeterd wordt. En laat ook zeker in de comments achter wat jullie vinden van deze ERP 1559. Wat zijn jullie verwachtingen? Wat gaat je plan van aanpak zijn? Laat het zeker even weten. Voor nu komen we wel aan het einde van Crypto deze week. Mocht je meer van dit soort video's willen zien, vergeet dus zeker niet te abonneren. Ik wil je bedanken voor het kijken en zie je graag terug bij een volgende video. Later.